Welkom bij weer een nieuwe NEC update. Het seizoen zit erop. Met een gelijkspel eindigt de laatste wedstrijd voor NEC. En dat was tegen Fortuna Sittard. 1 puntje. En daarmee kom je teleurstellend toch wel op plek nummer 12 in de eredivisie uit. Tijd voor ons om ook even terug te blikken. En dat gaan we doen in 2 uitzendingen met trainer Rogier Meijer. En vandaag in deel 1 gaan we het hebben over die weinig thuisoverwinningen. Het niet behaalde doelstelling. En over die spitsen, Di Mata en Pedro Marques. Maar hoe kijkt trainer Rogier Meijer nu zelf terug op dit seizoen? Ja, uiteraard met gemengde gevoelens. Ik bedoel, we hadden natuurlijk de ambitie om voor de play-offs te spelen. Om daaraan mee te doen. Nou, dat hebben we eigenlijk niet gehaald, dus dat is een teleurstelling. Ik denk als je het seizoen een beetje terugkijkt, dan zijn we denk ik een hele tijd heel stabiel geweest als team. En dat is ook wel te zien denk ik in het aantal gelijke spelen wat we hebben behaald of gekregen, of hoe je het ook wilt noemen. Alleen de laatste 8 wedstrijden waren we niet meer die stabiele ploeg die we daarvoor waren. En dat heeft er mede toe geleid dat we onze ambitie niet hebben gehaald. Ja, was de motivatie minder dan bij sommige spelers die al wisten dat ze weggingen? Nou, dat niet eens denk ik, maar onbewust speelt het toch in je hoofd. Hè. Sommige jongens hebben vanaf december gesprekken gehad over contracten. Ja. Ergens tot halverwege april. En halverwege april wisten die spelers soms zelf nog niet waar ze naartoe gingen. Ja, en als jij dan 20 of 21 of 22 bent, ja, dan doet dat best wel wat met je. Heeft dat misschien dan die plek 9 gekost, toch? Die focus, die laatste wedstrijden waar je zegt van we waren minder? Nou, nee, want dat zal ik dan als excuus gebruiken. Je zegt, doelstelling is niet gehaald. Vorig jaar was de doelstelling handhaving. Dit jaar was eigenlijk om het beter te doen dan vorig jaar. Nou heb je 1 puntje meer, maar je staat wel op plek 12. Dus dat moet dan wel zuur voelen. Ik zei net, de ambitie die we hadden als spelersgroep hebben we niet gehaald, hè, play-off spelen. De doelstelling vanuit de club was om het beter te doen dan vorig jaar. Ja, beter te doen dan vorig jaar kun je op verschillende manieren natuurlijk opvatten. Alleen op de ranglijst zijn we niet gestegen ten opzichte van vorig jaar. En uiteindelijk is dat ook waar je natuurlijk op het eind naar kijkt, is naar de ranglijst. En wat dat betreft is dat teleurstellend. Ja, beter doen als vorig jaar is het aantal thuisoverwinningen in ieder geval niet gelukt. Hè? Dat moet wel zuur voelen. In ieder geval bij het publiek voelt dat echt... Ja, maar ook bij onszelf. Ook bij onszelf uiteraard. Want dat is uiteindelijk natuurlijk wel wat we willen. We willen meer wedstrijden, beter aanvallende voetballen. Maar uiteindelijk willen we gewoon meer wedstrijden winnen. En zeker thuis. En dat is niet genoeg geweest. Nee. Ja, je zegt dan moeten we evalueren, maar waar ligt het dan volgens jou aan? Ik denk dat in een groot aantal wedstrijden hebben we minimaal gelijkwaardig zijn geweest aan onze tegenstanders. Maar als je dan kijkt in het scoren of in het afmaken van de kansen die we gehad hebben, in het rendement halen uit de kansen die we gehad hebben. Ja, daarin hebben we onszelf, vind ik, in heel veel wedstrijden tekort gedaan. En dan werd het of maar een gelijkspel of we kwamen nog terug vanuit een achterstand naar een gelijkspel. Vorig jaar werd er ook gesproken van, we willen een kwaliteitsslag geslagen in de selectie. Je hebt Sillissen erbij, je hebt spelers als Tanane erbij. Dan mag je dan zeggen, als je dat op het veld hebt zetten, dat het dan wel echt teleurstellend is dat je maar op plek 12 staat? Dit zijn natuurlijk individuele spelers, uiteindelijk doe je dat met een elftal. En ik denk dat Jasper volgens mij een prima seizoen heeft gehad buiten een aantal wedstrijden in de laatste fase. Nou, in de laatste fase zijn natuurlijk ook wel de prijzen verdeeld. Dus ja, daarin was hij niet op zijn best en waren wij niet op ons best. Dat nemen we daarin wel mee. Oussama heeft denk ik een goed seizoen gehad. Hij heeft 25 wedstrijden gespeeld volgens mij. Dus is wel 9 wedstrijden niet aanwezig geweest. Hij heeft 6 goals gemaakt. Heeft geloof ik 9 of 10 assists. Waarvan ik denk dat hij er 20 had kunnen hebben. Dat is niet overdreven. Maar die heeft denk ik wel een bijdrage gehad in het aanvallende voetbal. Uiteindelijk is het niet genoeg geweest om hoger op de ranglijst te staan. En moeten we kijken waar we dat kunnen verbeteren. Je hebt veel gekozen voor Di Mata dit jaar als spits. Bracht misschien niet wat jullie ook allemaal gehoopt hebben. En dan denk ik, ja, waarom probeer je het niet met een andere spits? Pedro Marques had je ook nog op de bank. Ja, okay, wij zien natuurlijk ook de trainingen. En wij
Als je een beetje het beeld wat ik net aangeef over de spelers die wij in het middenveld hebben, dachten wij of denken wij dat we er iemand bij nodig hebben die balvast kan zijn, die fysiek sterk is, die ook de diepte kan bespelen. Alleen wij denken dat hij zeg maar in het beeld van het elftal het beter kan invullen dan Pedro. En, vandaar die keuze. Heb je er wel eens over nagedacht? Je hebt niet echt een spitsentraining in jouw staf zetten. Heb je daar wel eens over nagedacht om te denken, misschien moeten we dan toch een spitsentrainer halen om dat stukje nog te kunnen verbeteren? Natuurlijk denk ik daar wel eens over na. En hebben we daar wel eens ook een gesprek over gehad. En dat is nog niet concreet geleid tot het halen van. Alleen. Ik denk dat het ook heel veel gaat om aandacht en vaak in een situatie komen. En als ik zie hoe vaak we dat gedaan hebben dit jaar, met niet de spits, maar wel iemand die er verantwoordelijk voor is, met beelden kijken, met individueel trainen, met samen trainen van de aanvallers. Ja, dan zijn die jongens zo vaak in een situatie geweest, denk ik, dit jaar om te oefenen wat in een wedstrijd moet gebeuren. Alleen ja, dan is het toch in een wedstrijd is het toch nog anders. Dat is ook iets wat we moeten kijken. Van, ja, zal dat met een spitsentrainer beter gaan? Ik denk niet dat je dat van tevoren kan zeggen. En ook niet achteraf kan zeggen. Maar dat moeten we wel met elkaar bekijken. Van, hoe kunnen we proberen met de spelers die we hebben het rendement te verhogen? Ja, zo'n spitsentrainer lijkt er dus nog niet snel te komen. Goed, dit was deel 1 van het terugblikken met trainer Rogier Meijer in de NEC-update. We zijn er al heel snel met deel 2 en dan gaan we het ook hebben over... is die trainer Rogier Meijer nou zo'n voorzichtige trainer? Durft hij niet aan te vallen? Kijk naar de volgende NEC-update. Graag tot dan!